we komen natuurlijk nu steeds met steeds meer kinderen ook in de klasse. Dus er is ook steeds meer drukte en geluid en afleiding. En ik denk wel dat kinderen steeds gevoeliger worden. En dat het daarom heel belangrijk is dat ze ook leren van waar ze zichzelf wat kunnen beschermen. Door ook te leren dat je een koptelefoon op kan zetten. Of dat je eventjes in een eigen plekje terug kan trekken. Ik denk dat het heel fijn is als kinderen leren dat ze doorkrijgen. Dat ze bewust worden eigenlijk van de informatie die op en af komt en hoe ze daarmee om kunnen gaan. BufferUp is een mobiel en flexibel tafelscherm bedoeld voor alle leerlingen. En daarmee bedoel ik dus ook de modelleerlingen die normaal gesproken weinig tools nodig hebben. Want voor hen is het ook fijn om af en toe een extra rustige werkplek te creëren. De prints en de vormgeving zijn geïnspireerd op natuurlijke kleuren en rustige kleuren. Dat zijn eigenlijk de prikkels die dus juist een rustig gevoel en creativiteit stimuleren. BufferUp is eigenlijk de zelfregulatietool, omdat leerlingen daar ook van leren wanneer ze een tool nodig hebben en daarmee hun zelfstandigheid ontwikkelen. Door de kinderen zelf te laten ontdekken wanneer ze het scherm opzetten, krijgen ze vanuit zichzelf ook meer een gevoel van zelfstandigheid en ontwikkelen ze eigenlijk dat gevoel van zelfstandigheid. Ze hoeven ook niet met het scherm buiten de groep te worden geplaatst. Ze kunnen gewoon op hun eigen werkplek blijven, waardoor het ook niet als een straf voelt om in de BufferUp te werken. Deze groep die heeft in 2017 de Design Challenge voor de Dutch Design Week uitgeschreven om jonge kunstenaars uit te dagen om met ons materiaal, karton, iets te vervaardigen wat van alles mocht zijn, zolang het maar geen verpakking of display is, want dat maken we zelf al. Het product de BufferUp was echt perfect geschikt om verder uit te diepen en te kijken of dat commercieel ook te vermarkten is. En daar zijn we nu druk mee bezig. Om met Nina samen te werken was eigenlijk in één woord fantastisch. Echt een professionele jonge kunstenares die het ver gaat brengen, denk ik.